Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video op Banjo Town. Dit is een... God, ik kan het echt niet. En hallo iedereen, welkom... En welkom op een nieuwe video op Banjo Town. Dit is de Vraagje Vrijdag, volgens mij. Dit is de Vraagje Vrijdag. Dit is zeker de Vraagje Vrijdag. Ja, zeker weten. En dit deed ik het, dank jullie wel. Dames en heren, en we hebben natuurlijk weer een telefoontje om de vraag te vraag te lezen. En de eerste vraag is best wel leuk, van Rick Huytema. En hij vraagt, hoeveel video's heeft Banjo Town uit het hoofd niet afkijkt? 688. Oh, echt? Ik dacht in de 400, dacht ik. Ik denk, ik dacht 400, 400 nog wat. Oké, okay, 500. Wacht. Oké, 500? Ik denk in de 80, 480. 600. Ik ga 700 dan. Oké, dus wie het dichtstbij ligt? Jij zegt? 480. 400, 500. Jij zegt? 500. 500. Jullie twee zeggen 500. 480. 600. Dacht ik. Dan zeg ik 700. Oké, ik ga het nu bekijken. Okay. Wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt een shout-out. Jullie krijgen allebei een shout-out. Dus dat maakt het niet uit. Ja, nou, 4, 3, 2, 1. Allemaal fout. 480. 200. Wat? Wie, jij zegt 480. Jij zegt, ja, ik dacht 500. Hij heeft gewonnen. 536. Oh, oké. Het is mij opgevallen dat die tafel hier niet zo heel erg stabiel is. Dus elke keer als jij loslaat, dan schiet dat ding omhoog. Jongens. Hoe sloop je een tafel? Welkom terug bij Banjo Town. De volgende vraag is van Penguin Boss. Wow. Hij... Holy shit. Godverdomme. Wat zou je kiezen? Coca-Cola of Pepsi? Nee, Coca-Cola. Coca-Cola. Ik zweer het je, ze mogen mij laten verdrinken in Coca-Cola. Dat zou ik nooit erg vinden. Nou, ik vind Coca-Cola, Coca-Cola regular vind ik heel lekker. Ja. Maar light is smerig. Ja, is dus goor. Dan neem ik Pepsi Max. Ja, mee eens. Maar toch Coca-Cola. Oké, je wordt dikker van Cola Light. Boy, dat drinkt heel veel Cola Light. Stond laatst in de nu.nl stond dat je dikker wordt van Cola Light dan van cola zelf. Nou, het is onderzocht. Dus, nou, mooi toch? Maar cola, klaar. Wow. Shit man, dat artikel moet ik lezen man. Ja, te laat. Ja, oh, zijn jullie klaar? Ja, wij zijn klaar. Ik drink sinaas. Ja, het is gewoon Fanta. Sinaas niet, sinaas ook wel. Kijk, als je sinaas en Fanta vergelijkt, is Fanta lekkerder. Oké, okay, volgende vraag. Ja. Van DJ Special. Wie is dat? Waarom praten jullie tegen een camera met z'n drieën? Wij zijn met z'n vieren, lul. We hebben echt wat een sukkel zeg! Ja, hij verdient geen shout-out meer. Nee. Nee, echt hè. Hij mag ook nooit meer in de video van Banjo Town. Even snel tussendoor over shout-outs. Dit hier is Lorenzo van het kanaal. DJ Special. DJ Special. En dit is David. Van het kanaal The Drummerman 95. Ik weet het, een kutnaam, maar... Ik stond eigenlijk ook al te kijken van wat is dit voor een naam. Door Thijs. Nou, toevallig, Thijs weer. Oh. Heeft Jordi echt een navelpiercing? Nou, kom op, laat dat ik ga niet zien. Hij is shirt uit, man. Nee, ik ga hem niet zien. Oh, okay. Nee. Dus het antwoord blijft een beetje geheimzinnig. Hij is mysterieus, maar dat hebben we altijd al geweten. Dus, Ja. Hij is net binnengekomen door Jurre. Als jij een stuk fruit was, welk stuk fruit zou je dan willen zijn? Ik zou een ananas zijn, want een ananas is lekker, man. Nou, dat is niet lekker. Onze SpongeBob leeft in een ananas en ik vind SpongeBob cool, dus ananas. Ik hou van ananas. Nou. Echt, ik zou een banaan zijn. Ik zou een banaan zijn, joh. Ik weet niet waarom, maar ik heb het gewoon het gevoel dat ik een banaan zou zijn. Ik een citroen, want ik ben altijd zuur. En het mengt met tequila, ja. Nee, daarom, citroen is wel. En over een schnitzeltje of biefstukje, even een beetje citroen. Lekker hoor. Mijn vraag aan jullie. Sperma beter smaken. Ook. Wat loop je nou weer er doorheen te praten? Ja, echt hè, je bent een cameraman. Ik ben een cameraman. Je hoort niks te zeggen. Ga weg, man. Mijn vraag aan jullie. Is citroen een fruitsoort? Volgens mij wel. Volgens mij is citroen gewoon fruit, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, hij zegt van niet. Oh, dat dacht ik. Jij zegt er net van nee, dus dan mocht geen fruit. Als het aan een boom groeit. Als het aan een boom groeit, dan is het fruit. Helemaal niet. Pst, je hebt mijn logica. Volgende vraag. Mijn logica, stil. Batterijspan op. Je moeder is op. Door Gaima Schram. Wat was jullie eerste game die je speelde? Doom op de floppy. Sorry, even Doom op de floppy. Ja, jij? Sorry. Wauw, dat is heel ver terug. Ik ben ook al zo oud. Ja. Nee, het laatste wat ik me nog kan herinneren is Resident Evil op de PlayStation 1. Wauw. Nemesis. Nee, deel 1 heb ik ook gespeeld, maar Nemesis speelde ik eerst. Op 3. Ik weet het niet precies. Is dat met dat monster op de voorkant? Ja. Dat is 3. Ja, 3. Oké, ja, dan heb ik het zo. Nee, ik. Voor mij is het. Harry Potter 1 geweest of zo. Dat is echt het eerste spel op haar PlayStation 1. Ja. Sexy. Nee, sexy. Harry Potter. Hey, doe eens even normaal. Sorry. Harry Potter
is echt heel goed uitgewerkt op de PlayStation. Niet op de PC, PlayStation was super vet. Oké, okay, klopt. Tot deel 3 toch? Ik denk dat het Ik denk dat het bij mij Rayman 2 was. Holy shit. Ja, holy shit. Mooi. Ook de master gewoon. Hij heeft natuurlijk 12 jaar en is dan een pikkie. Of Age of Empires 2. Age of Empires 2 was wel de beste strategy op dat moment. Ja, oké. Okay. Het heeft echt wel... Hij de Duitsers komen! De Duitsers komen! De poos treedt op! Nice. Hebben jullie een vond je leuk filmpje in de duim? Vergeet niet te abonneren. Zijn we volgende keer terug bij een nieuwe video. Oké, doei. Tot dan. Later. Hi.